Ik zie jouw echte kleuren, een mooi gezicht. Ik zie jouw echte kleuren, en dat geeft een stralend licht. Dus ben niet bang, en durf ze te tonen. Jouw echte kleuren, jouw echte kleuren, zijn wondermooi als een regenboog. Onze gast van vandaag zingt al heel haar leven. Is een artistiek vakvrouw met een groot hart. Zangeres, presentatrice en ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Oprichter van Stichting SRF en de Planeetbrigade. Heeft uiteindelijk het showbizvak vaarwel gezegd om zich nu op andere zaken te richten. Ze heeft grote betrokkenheid bij derde wereldlanden en draagt actief haar steentje bij om het daar wat beter te maken. Haar motto? Door de handen ineen te slaan kunnen wij elkaar helpen. En vandaag ontmoeten wij Sandra Remer. Sandra, hartelijk welkom. Dank je. We zouden beginnen het gesprek met een kaartlegging. Ja. Daar had je om gevraagd. Zal ik maar beginnen dan? Graag. Oké, we gaan eens even kijken. Ik moet er twee pakken. Goed. Oh, wat aardig. Ja. Oké. De eerste kaart... Is verleden. Is verleden. En dat is een kaart... Je ziet daar twee mannen die zijn in gevecht met elkaar. Mm-hmm. Dus het is alsof je in de afgelopen periode op een of andere manier een strijd gevoerd hebt. Mm-hmm. Dat kan om je heen zijn, maar dat zou ook innerlijk kunnen zijn. Kan je dat plaatsen? Ja, absoluut. Ja? Ja. Ik heb ook het idee dat jij op dit moment in een afrondende fase zit... met betrekking tot een stukje herstructurering van wie ben ik? Mm-hmm. Waar stel ik mijn grenzen? Tot waar mogen mensen komen? Mm-hmm. En welk stukje is voor mij? Dat gevecht was inderdaad een innerlijke strijd. Omdat ik al een hele poos zat te twijfelen of ik nou... in deze glitter- en glamour-wereld zou moeten blijven. Mm-hmm. In de showbiz-wereld. Het is een wereld die eigenlijk nooit helemaal iets was voor mij. Omdat ik telkens, zeg maar, als een soort buitenbeentje me voelde. Mm-hmm. Ik nergens bij hoorde. Wat ik op een gegeven moment wel dacht van het ligt aan mij. Dus ik moet me aanpassen en... ik wil ergens bij horen, maar wat ik ook deed, dat lukte dus niet. En dat was eigenlijk een teken, denk ik. Mm-hmm. En daar heb ik nooit naar geluisterd. Dus ik heb jarenlang heb ik het volgehouden. Ja. Hoe hardleers kun je zijn? En aanpassen, veel aanpassen. Heel veel aanpassen, ik, ja. En de laatste paar jaren, zeg maar, werd dat eigenlijk alleen maar heftiger. Dat gevoel van, klopt dit eigenlijk allemaal wel? En daarnaast kwamen er ook allerlei dingen die voor mij toen nog niet herkend werden als zijnde tekens van het van hierboven. Mm-hmm. Maar ik zou een paar voorbeelden noemen, dingen die mij gevraagd werden voor programma's. Van, goh, Sanne, wat leuk, en we zouden je graag in programma's is en me zo willen hebben. En dan zei ik, oh, wat leuk, zou ik heel graag willen doen. En dan vervolgens hoor je niks meer. Mm-hmm. Of... En dat waren showprogramma's? Nou, dat waren programma's die op de reguliere zenders zijn. Voor Varen, voor de Tros, voor noem ze allemaal maar op. Nou, en dat had ik op een gegeven moment redelijk vaak. En het keerpunt kwam vorig jaar. Toen heb ik meegedaan aan een fantastische theatertour. Een programma over het leven van Annie M.G. Schmid. Ja. En... ik toerde samen met Frans Mulder, met Marco Braam, Esmee van Kampen, Ron Link en Daphne Flint. Toerde ik door heel Nederland. Helaas maar een 4 maanden. Mm-hmm. Want het was een fantastisch programma, vond ik. En ik heb het met heel veel plezier gedaan. Leuke crew, leuke cast. En wat nog mooier was, dit was echt voor mij... eigenlijk heel nieuw, omdat ik met dit programma daadwerkelijk ambachtelijk bezig kon zijn met dit vak. Zonder al die toeters en bellen van ja, de glitter gewoon, en ja, gewoon ambachtelijk, gewoon keihard werken en aan de slag ermee. En ik kreeg daarbij ook heel veel steun van de mensen om me heen.
die veel meer theaterervaring hadden dan ik. Het mooie was dat na de première ik van de meest uiteenlopende theaterrecensenten waanzinnige recensies kreeg. Echt. Ik werd de hemel ingeprezen. Je bent ook helemaal te stralen. Ja, het was ook echt leuk. Want ik kijk, dit kan niemand meer van me afpakken. Ja, en op een gegeven moment zeiden mijn collega's ook van... Nou, Sanna, dit is het, hè? Jij gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Ik zeg, nou, dat zou ik helemaal niet vervelend vinden. Nou, het programma was afgelopen. En ondanks alle recensies, helemaal niets. Geen nieuwe aanbiedingen, helemaal niets. En toen dacht ik, toen het de zomer voorbij was, toen dacht ik, nou, je moet nou toch wel eens gaan nadenken. Want toen begon ik eigenlijk pas in te zien dat het universum mij misschien toch wel iets wilde vertellen. En toen ging ik terug naar andere zaken die niet doorgingen of waar je nooit meer van hoorde. Of die zeiden van, nou nee, sorry, dankjewel. En toen dacht ik, ja, het zijn tekenen die ik niet eerder heb willen herkennen. Maar nu wel. Ja. En ik wil daar nu wat mee. Want wat betekent dit? En toen dacht ik, ja, je zit eigenlijk al een hele poos tegen die hele wereld aan te hikken. En je doet het eigenlijk zelf, want je twijfelt veel te veel. Ja. Ja. En als je twijfelt, dan hang je op twee werelden en dan kan het universum je niet helpen. Ja, precies. Ik dacht, ik moet eerst, wil het universum mij helpen? Moet ik eerst die twijfel voorbij. Precies. Oftewel, twijfel is angst, ja. De angst voorbij. En ik heb toen besloten om uiteindelijk het ook neer te zetten. Ook te zeggen van, oké, ik neem die beslissing, maar ik ga het ook naar buiten toe brengen. Nog geen twee weken later kreeg ik een telefoontje van iemand en zei van, goh Sandra, ik schrijf ook... artikelen voor HP De Tijd. En ik zou het eigenlijk wel heel leuk vinden als ik jou mocht interviewen. En dan jouw andere kant, want hij kent mij natuurlijk. Ik zeg, nou, dan heb ik nog een primeur voor jou ook. Oké. En toen dacht ik, zie je wel, ik word geholpen. Ja. Ik heb mijn twijfel overboord gegooid. Maar ja, toen kwam het naar buiten en toen dacht ik, oeps, ja, nu heb ik het dus echt gedaan. Nu kan ik niet meer terug. Ik wil ook niet meer terug. Nee, en ik kan ook niet meer terug. Ik wil ook. Klopt niet meer bij mij. Nee, precies. Als je eenmaal zover bent dat je die stap gemaakt hebt, dan hoort dat erbij. Ja. Toen kwam wel een rouwperiode. Want toen dacht ik, ja, dat is hetzelfde wanneer je weet dat iemand die je dierbaar is, gaat verliezen vanwege een ziekte. Dus dan weet je dat die persoon doodgaat. Ja. En daar ga je dan naartoe. Werken met elkaar. En dan op een gegeven moment, dan is het zover en dan neem je afscheid en dan is het over. En dan komt het rouwproces. En dat was bij mij precies hetzelfde. Want 50 jaar in die wereld zitten, dat met vallen en opstaan. Maar ja, het is toch een rouwproces, ondanks het feit dat je er daadwerkelijk een punt achter hebt gezet. Maar begin dit jaar toen dacht ik, nee, het voelt goed. Het voelt nog steeds heel goed. Mm-hmm. En... Nee, ik ben nu andere dingen aan het doen. Ja. Lezingen aan het geven. Ja. Workshops aan het geven. En helemaal op die spirituele manier. Mooi zeg. Ja. Hoe je dan zo eigenlijk jarenlang in hetzelfde wereldje gezeten hebt. En je daar toch op een gegeven moment gezegd hebt, oké, nu ga ik het anders doen. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk best een hele stap. Ja. Ja, dat vertelde je ook. Maar je hebt het idee dat je het hele proces afgesloten hebt wat dat betreft nu. Ja, het is nu werken aan andere zaken. Ja, mooi. Als ik naar die tweede kaart ga kijken, dat is de kaart van het heden. Die geeft ook eigenlijk aan dat je op dit moment gewoon heel lekker in je vel zit. Mm-hmm. Het geeft balans, het geeft vrede met alles wat er om je heen is. En het voelt goed op dit moment. Ja. Ik zit nu in mijn kracht, in mijn eigen kracht. Prachtig. En dat is dus wat ik ook, zeg maar, probeer uit te leggen aan mensen. Hoe belangrijk het is om naar jezelf te luisteren. Hoe belangrijk het is om naar binnen te durven gaan. Die reis te aanvaarden die ik dus heb gedaan de afgelopen 7 jaar. Om te weten, wie ben ik nu echt, werkelijk? Ja. En ben je daar dingen tegengekomen die je nog niet wist? Nou, uiteindelijk weet je natuurlijk alles.
Alle kennis zit in jou. Alleen wat je als mens niet wilt zien, zijn de minder leuke kanten aan je. En dan kom je jezelf tegen in een proces van zelfmanipulatie. Mm-hmm. Want dat doet iedereen. Ja. Als je spiegel wordt voorgehouden en er wordt tegen jou gezegd, maar ja, je hebt ook die kant. Dan zeg je, nee, want dat wil je niet zien. Ja. Dat zijn dat, en dan manipuleer, dan heb je allerlei smoesjes. Nee, want dat zie je verkeerd, want zus en zo en dit en dat. Nou, en dat hele proces is wel belangrijk, wil je dat goed afronden, als je heel, heel, heel eerlijk naar jezelf durft te kijken. En dat heb jij dus gedaan? Ja. Ja. Was dat moeilijk? Ja, dat is niet leuk. Maar toen ik voelde dat dat zeg maar de sleutel was om verder te kunnen en om alles te kunnen zien zoals het werkelijk is. Mm-hmm. Wees maar eens eerlijk en denk maar eens na over bepaalde dingen die niet lekker lopen of wat dan ook. En dan de vraag stellen van, maar wat zegt dat over mij? Ja. Dat is best zwaar om daar doorheen te gaan. Hè? Ja. Als je jezelf gaat aankijken in de spiegel en die zelfconfrontatie. En inderdaad beseffen, oké, ik heb wat trekjes die wat minder leuk zijn. En ik ga ze nu onder ogen zien. Dat is best een zwaar proces. Als je dan nu daarop terugkijkt, wat heeft het je dan opgeleverd? Nou, wat het je oplevert is dat je jezelf accepteert totaal. Want je bent niet alleen maar je leuke kanten. Je bent alles. Dat hele proces, dat kan ik nu ook uitdragen in mijn lezing en in mijn workshop. Ja. Omdat ik daarmee mensen kan aanreiken wat er voor nodig is om inderdaad in de eigen kracht te komen. Ja, en dan kan ik zeggen van ja, er zijn natuurlijk mensen die denken, ja god, wat moet ik daarmee? Ik heb helemaal geen zin om te veranderen, prima. Ja. Ik kan alleen maar aanreiken en de keuze is aan de ander. Ja, precies. En wat brengt het jou dat je dit nu kunt uitdragen? Het geeft me energie, het geeft mij voldoening. Het geeft mij een soort wisselwerking. Mensen die ik dingen aanreik, die dan zeg maar ook zich open durven stellen en dan een soort van wisselwerking krijgen. Want ik stel me ook open op. Tuurlijk. Ik vertel gewoon ook alles wat er met mij is gebeurd. Want dat is natuurlijk ook best heel wat. Hè? Ik bedoel, je bent iemand die toch redelijk bekend is, een bekend gezicht. En als je je dan zo openstelt, laat je wel je kwetsbaarheid zien. Nou en? Ik ben ook niet meer bang voor de waarheid. En ik merk, wel. Ja, iedereen is daar bang voor. En zeker in die wereld van glitter en glamour. Dan moet je maar, oh ja, nee, voorzichtig. En ja, nee. Nu heb ik zoiets van, het is zoals het is. Ja. En het maakt het leven veel makkelijker en veel plezieriger daardoor. En het, ik kan nu ook met recht zeggen dat ik mezelf bevrijd heb van een hele hoop angsten. Ja. Wat voor angsten bijvoorbeeld? Je zegt het niet zo, maar als ik dat en dat doe, wat zou de ander zeggen? Wat zouden die vinden? Wat is dit? Oh jee, zorgen maken. Hoe zit het met mijn baan? Hoe zit het met mijn huis? Hoe zit het met... Dat zijn allemaal angsten. Dat zijn allemaal angsten. En natuurlijk ook de dingen die ogenschijnlijk... waar je dan ogenschijnlijk geen grip op hebt. Dat is natuurlijk niet waar. Je staat altijd aan het roer van je leven. En je bent altijd verantwoordelijk voor datgene wat er in je leven gebeurt. En ook als je denkt dat het niet zo is, omdat je ziel die dingen aantrekt voor jou om te leren. Ja. En dat is dat leerproces. En als je dat kunt zien en je kunt ook zien dat je voor een heel groot gedeelte verantwoordelijk bent voor je eigen leven en voor de dingen die er op je pad komen, dan ga je ook heel anders in het leven staan. Ja, precies. Als je ook beseft van, goh, wat mij overkomt heb ik misschien niet altijd de hand in, maar ik kan wel beslissen wat ik ermee doe en hoe ik ermee omga, dan ben je natuurlijk ook al een heel eind. Ja, maar de dingen overkomen je omdat jij het in feite aantrekt of je ziel het aantrekt. Mm-hmm. En als je dat weet, dan weet je dus ook wat je moet doen om... dat je daar iets mee kunt doen. Ja, precies. Als je daarvoor kiest, want je bent altijd vrij om te kiezen. Ja, precies. En als mensen zeggen, ja, maar ik vind het allemaal heel ingewikkeld en laat maar gaan. En dan denk ik, prima. Ja, precies. Het is jouw leven, het is niet het mijne. Ik weet alleen dat het voor mij
heel veel heeft opgeleverd. En het is zo heerlijk om bevrijd te zijn. Ja. Want je loopt namelijk, en dat doet iedereen en ik ook, maar iedereen heeft dat, het bekende rugzakje. Ja. Dat kent iedereen, hè? En dat wordt steeds voller en voller. En dat wordt hoe langer hoe voller gedurende de loop van je leven. En dan vraagt iedereen, niemand vraagt zich af van ja, maar dat rugzakje, wat is dat dan? Nou ja, in dat rugzakje zitten dus allerlei zaken die je in de loop van je leven hebt opgepikt, hebt geconditioneerd, hebt verinnerlijkt. En het is juist de kunst om dus zeg maar één voor één die bagage uit dat rugzakje te nemen, te bekijken en te zeggen van, ja, maar is dit wel voor mij? Ja. Nou, het is net of ik mezelf hoor. Dat is me ooit eens aangepraat of ik heb dat ooit eens van die en die gehoord. Ja. En ik dacht dat dat de waarheid is. Nee. En het is zo belangrijk dat wanneer je jezelf goed kent en weet wie jij werkelijk bent, dan kan je dat ook telkens toetsen. Telkens weten van, oh ja, maar dat is niet voor mij, nee. Ja, precies. Dat was van die meneer of die mevrouw of van een groep mensen of van wat ik ooit eens heb gehoord. Wat een onzin. Nou, loslaten. Huppatee. Ja, precies. Maar weg ermee. Makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Want het is toch ook een heel proces voor je zover bent. Het is een proces. Ja, dus als ik jou goed begrijp, dan zeg je eigenlijk wat ik geleerd heb is loslaten. Vertrouwen hebben. Ja. Signalen oppikken. En daar mijn voordeel mee doen en heel te worden. Precies. Ja. Mooi zeg. Ja. Top. Als ik ga kijken naar de kaarten voor de nabije toekomst, zie ik twee kaarten waarvan er eentje zegt dat het erg belangrijk is om op de details te letten. Mm-hmm. Misschien heeft dat met iets zakelijks te maken. Daarbij is het wel belangrijk om naast die details ook oog te hebben voor het grote geheel. Mm-hmm. Kan je dat plaatsen op een of andere manier? Nee, leg eens uit. Nou, alsof er iets is waardoor jij, of waarin jij heel erg bezig bent met het uitwerken of invullen van allerlei details. Mm-hmm. Wat op zich helemaal niet verkeerd is, maar waarbij je een beetje op moet passen dat je niet aan het grote geheel voorbij gaat. Oh zo, ja. Als ik dan naar deze kaart kijk die ik erbij moest trekken, lijkt er ook iets te zijn waar je een beetje voorzichtig in moet zijn. Alsof je misschien de neiging hebt ergens in te stappen, mm-hmm. zonder dat helemaal goed te overdenken. Dus wees een beetje voorzichtig. En ja, ik hoef jou natuurlijk niet te zeggen dat je bij jezelf mag blijven. Maar dat is in deze wel heel belangrijk. Ja. Ja, ik denk dat dat ook een soort valkuil is telkens weer. Ja? Ja. Nou ja, dat is mijn hele leven lang zo geweest natuurlijk. Omdat mensen het buitengewoon interessant vinden. Om wat voor reden dan ook. Van, oh ja, en daar is misschien wel wat te halen of wat dan ook. Dus dat is een beetje een thema voor jou? Ja. En hoe sta je daar op dit moment in dan? Nou ja, ik ben gewoon wel alert. Ja. Ik blijf alert. Ja. En er zijn altijd mensen die proberen om zich, zeg maar, via jou beter te worden. Dat is constant zo. Ja. Ik heb dat vroeger nooit gezien. Ik was veel te naïef daarin. Ja. Maar dat is in dat wereldje van glitter en glamour natuurlijk heel veel. Ja, maar in die spirituele wereld dus ook. Ja, klopt. Ja, dat want klopt. Daar kom en ik dat dus verwacht ook, je niet. En hè? Dat verwacht je niet. Nee, precies. Maar daar kom ik dus nu ook achter. Ja, precies. Ja. En hoe ga je daarmee om dan? Nou, gewoon opletten en voelen. Ja. Als mensen niet goed voelen, ben ik weg. Ja. Ja. En dan ben je ook meteen heel radicaal klaar ermee. Ja. En je gaat dus ook meteen, of je gaat dus steeds meer op je intuïtie varen daarin. Ja. Ja. En hoe gaan mensen daarmee om, die jou al kennen? Het aardige is dat ik in de loop der jaren, van de afgelopen zeg maar 5, 6, 7 jaar, een hele hoop mensen ben kwijtgeraakt. Of heb losgelaten zelf, omdat ze niks toevoegen aan mijn groei. En voor mij was het heel belangrijk dat ik wilde groeien, ik wilde aan mezelf werken, ik wilde die reis maken. En die focus had ik heel erg nodig. En daarbij ga je dus na in je directe omgeving wat mensen voor jou betekenen. En daar kwam ik achter dat er een hele hoop mensen in mijn directe omgeving waren die helemaal niks ermee hadden, met mij hadden. Terwijl ik dacht dat het wel zo was, maar ik zat dat zelf in te vullen. Ja.
En waren dat dan mensen die vooral kwamen halen bij je? Ja, alleen maar. Ja. Ja, ook niet bewust hoor. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat het verkeerde mensen zijn of zo. Maar er zijn heel veel mensen om je heen, als je niet uitkijkt, die er zijn in jouw omgeving, die zonder dat ze het zelf in de gaten hebben, jouw energie pakken. Ja. Daar pas ik voor. Ja. En doe je daar dan ook nog iets voor om je daarin te beschermen? Ja, als ik kan wel, dan sluit ik me af. Maar als ik het voel dat niet voldoende is, dan laat ik ze los. Dan mogen ze niet meer in mijn ruimte. Mm-hmm, mm-hmm. Heel simpel. Dat is niet makkelijk. Ja, ik vind het wel makkelijk. Ja? En soms word ik... Ik heb nu zelfs de laatste tijd dat ik het gevoel heb dat het universum mij ook helpt. Dus soms gebeuren dingen dat ik denk van, hé, waarom is dit nou? Mm-hmm. Dat is nog niet zo lang geleden. Iemand waar ik... vriendschappelijk mee om ben gegaan. Ruim 40 jaar, dat is nogal wat, hè? Ja. En ineens weg. Okay. Ineens over. Toen dacht ik, ben ik daar echt van in de war geweest. Ja, kan ik me voorstellen. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? Mm-hmm. Wat is dit? En ja, nu heb ik zoiets van, nee, het klopte ook niet meer. Haar bewustzijn en mijn bewustzijn mm-hmm. loopt niet meer synchroon. Dus dan moet dat zo zijn. En ik zie alles wat er nu gebeurt als iets van boven. Iets wat mij ten deel valt, dus positief. Mm-hmm. Dus ondanks het vervelende verhaal zie ik het als positief. Ja, ja. En jij bent ook heel erg bezig met jouw stichting voor kinderen, hè? Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb twee stichtingen, dus ik weet niet welke. Oké, Sandra Remer Foundation. Oh, de Sandra Remer Foundation. Ja, dat is een stichting voor kinderen en jongeren in de derde wereld. Want daar hebben ze het 100.000 keer minder, stukken minder dan wij. En ik wil via mijn stichting kinderen en jongeren daar een zelfstandig bestaan proberen te geven door middel van scholing of inkomensgenererende projecten. Okay, doe je dat al lang? Dit doe ik bijna 4 jaar. 4 jaar. En waar komt de drive vandaan? Nou, omdat ik heel veel heb gereisd in die landen en gezien heb dat wij het hier niet gewoon goed hebben, ondanks die crisis. Ik moet iedere keer lachen als ik dat woord crisis hoor. Mm-hmm. Natuurlijk is het verschrikkelijk en natuurlijk moeten wij stappen terug doen. Maar het is niet te vergelijken met hoe het in de derde wereld is. En ik vind gewoon zelf dat we gewoon helemaal geen reden hebben om te klagen. Hoeveel stappen je ook achteruit moet doen. Ik heb dat zelf ook moeten doen. Ik heb heel veel stappen achteruit moeten doen. Maar ik zie het als een geschenk. Omdat ik daarmee mezelf kan weer tevreden kan zijn met de dingen die er werkelijk zijn. Heb jij het gevoel dat wat er nu gebeurt met die crisis, dat ook een reden heeft? Ja, het is noodzaak. Ja, vertel eens. Nou, als ik hoor en zie, en dat horen jullie ook als je de televisie aanzet, dat de kinderen tegenwoordig gewoon niet meer kunnen zonder een smartphone, dan denk ik, jongens, dat is wel heel triest. Want, kinderen hebben de toekomst. En dan denk ik, ja, als hun hele bestaantje wordt geregeld of geregeerd door zo'n smartphone, dan vind ik het wel triest worden. En dan denk ik, joh, kijk eens om je heen. Ik had laatst iemand, die sprak ik, en die heeft had kinderen over laten komen uit Rotterdam, geloof ik. Die zouden kijken naar een wijngaard. En naast die wijngaard stonden koeien. En die kinderen die hadden nog nooit een koe gezien. Oh ja. En toen vertelde, ja, dat kan als je uit de stad komt, dat kan. En toen zei die man, die zei van, ja, nou, en daar, dat koeien zijn heel belangrijk, want die zorgen voor de melk. Nee, melk komt uit pak. De pak. Ja, even om aan te geven, het is natuurlijk extreem, maar het is wel triest. Ja. Precies. Het is triest dat je nauwelijks meer, dat de natuur en alles wat de natuur ons geeft, dat niet eens meer herkend wordt. Ja, precies. Ja. En dat vind ik wel heel triest. En daarom, weet je, wij gaan maar door en we hobbelen maar door. En,
En alles wat we tot ons krijgen via die media. Media bepaalt wat wij te zien en te horen krijgen. Ja, en dus dat kan heel betekend zijn. Hè? Precies, klopt, ja. Dat is heel manipulatief. Als je niet zelf blijft nadenken over dingen. Ja. Dus vandaar dat ik ook die lezing geef om te zeggen van jongens, blijf bij jezelf, denk na. Ja. Ik had laatst een gesprek met iemand die was in het ziekenhuis geweest omdat er bepaalde dingen nagekeken moesten worden. En ik was in het ziekenhuis toen hij daar lag. En toen zei die dokter, want ik vroeg, wat heeft hij nou precies? Ja, we zijn nakijken wat er aan de hand is en dit en dat. En nou, we kregen heel duidelijke dingen. Toen zegt ze, ja, want we hebben nu gesproken met hem. En hij geeft geen antwoord op de vragen die wij stellen. Dus misschien heeft hij wel weer iets aan zijn hersens. Dus dat moet wel onderzocht worden. Op zich heel goed. Mm-hmm. Maar ik zeg, ja, maar ik ken hem. Hij geeft nooit antwoord op datgene wat je vraagt. Dus misschien moet je toch eens even in de omgeving vragen hoe het zit. Ja. Voordat je dat hele proces door gaat maken. Nou, fijn. Om lang van kort, maar hij is nu weer thuis. Ik spreek hem van de week en ik zeg, God, hoe is het nou met je? Hij zegt, ja, ik voel me wel goed. Ik zeg, dus gaat het goed? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, ja, maar als je je goed voelt, dan voel je het toch goed? Ja. Ja, nee, maar er moeten nog allerlei onderzoeken gepleegd worden. Dus daarmee geven mensen de regie eigenlijk al af. Ja, dus het feit dat jij jezelf goed voelt is geen maatstaf meer. Want er moest eerst gewacht worden totdat dat hele proces van onderzoeken achter de rug is. En wat die heren doktoren dan zeggen, dan denk ik, jongens, blijf bij jezelf. Ja, want dan geef blijf je ook wel heel veel uit handen natuurlijk. Ja, blijf bij je eigen gevoel, het is je eigen lichaam. Ja, maar wij hebben misschien een beetje verleerd om naar onszelf te luisteren. Ja, en onze intuïtie een plekje te geven. Dat is het. Ja, dat precies. En misschien is het ook wel zo dat we in deze tijd met die crisis weer terug mogen naar de echte waarden en normen waar het echt om draait. Ik hoop dat er nog meer chaos komt. Ja, dat klinkt nu heel lullig, maar ik bedoel het juist heel positief. Moet je wel even uitleggen dan, voordat ze een eigen leven gaat leiden. Ja, precies. Nee, ik denk ook dat er nog veel meer chaos gaat komen. Maar ik neem het voorbeeld van een huis bouwen of een huis verbouwen. Dan heb je iets in je hoofd van het wordt mooi. We hebben een huis bouwen, dat is prachtig. Maar voordat je zover bent, heb je ontzettende chaos en problemen. Hè, want dan komt en dingen die niet uitkomen, want de aannemer zegt van dan en dan is het klaar. Nee, dan is het nog niet klaar. Enfin, al die problemen die opgelost moeten worden, waar je overheen moet stappen, waar je mee moet dealen. En dan dingen die geleverd moeten worden, die dan niet op tijd komen. Je kent het proces van een huis bouwen of verbouwen. Maar uiteindelijk, als je daar doorheen kunt en durft en wilt, dan kom je op het punt dat je zegt, dit is het. Ja. Wauw. En dat is denk ik waar we naartoe gaan. Ja. Dat we naar een betere wereld, daar geloof ik heilig in, naar een betere wereld toe gaan. En een wereld waar je veel meer oog hebt voor jezelf en voor elkaar. En voor de natuur, want je kan dat niet uitsluiten. We zijn onderdeel van de natuur. Heb je voor de mensen thuis die kijken een boodschap of een inspiratievolle gedachte waarvan je zegt, joh, hier, neem dit mee en doe ermee wat je ermee kan of wil doen? Ja, nou, wat ik mensen zou kunnen aanraden is als ze zouden twijfelen om wel of niet die keuze te maken om in ieder geval die reis naar binnen te maken. Sta even stil en vraag jezelf af, wie ben je werkelijk? Denk daarover na, want het is meer dan de moeite waard om uiteindelijk jezelf heel goed te leren kennen en te accepteren. Ja, oké. Dankjewel voor deze ontmoeting, Sandra. En tegen de kijkers thuis zeg ik graag tot de volgende ontmoeting. Jij bent de richting. Al weet je soms niet meer op welke weg je staat. Ben niet ontmoedigd, laat iedereen zien
dat jij heel uniek bent. Zuiver, ontembaar, een diamant. Ik zie jouw echte kleuren, een mooi gezicht. Ik zie jouw echte kleuren en dat geeft een stralend licht. Dus ben niet bang en durf ze te tonen. Jouw echte kleuren, jouw echte kleuren zijn wondermooi als een regenboog.